De Stichting Afwatering Agrarische Velden probeert al geruime tijd aandacht van de beleidsmakers te trekken. Omdat de toekomst en bestaanszekerheid van landbouwers in het Wayambo-gebied ernstig in gevaar is. Dit is gisteren tijdens de overlegsessie ook aan de minister van LVV kenbaar gemaakt. Betrokkenen hadden op 10 februari 2023 al een petitie overhandigd aan de president om aandacht te vragen voor dit probleem. Tijdens het overleg is ook gesproken over het continu onder water lopen van de landbouwpercelen. De leden van de Anticorruptiecommissie hebben gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie. Bij deze gelegenheid zijn de taken en bevoegdheden van de commissie en de protocollen voor het doorgeleiden van meldingen naar de procureur-generaal besproken. De commissie is content met de ondersteuning van het OM bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De taak van de Anticorruptiecommissie is het voorkomen en vroegtijdig opsporen van misstanden in overheidsinstellingen, bescherming van melders van deze misstanden en doorgeleiding van meldingen aan de procureur-generaal. En het eerste deel van de database van de burgerlijke stand van Suriname staat nu online op de website van het Nationaal Archief Suriname. Het gaat om geboorteaangiften die in Paramaribo zijn gedaan tussen 1828 en 1921. Hiermee wordt het veel eenvoudiger voor mensen met Surinaamse voorouders om een familiegeschiedenis uit te pluizen. De online publicatie was mogelijk dankzij de samenwerking tussen de historische database Suriname en de Caribbean, het Nationaal Archief Suriname en de inzet van honderden vrijwilligers die samen ruim 63.000 geboorteakten hebben ingevoerd in een database.